Ja hoor mensen, we konden er niet onderuit. De evenementenladder zat deze week helemaal vol met homo-dingen. Zaklopen voor Spakenburgse travo's in klededracht. Pottenpaal zitten ook in klededracht. We konden niet kiezen. Maar Amsterdam kwam het beste uit. We waren uitgenodigd voor een lesbische haïti van Schuchtere Potten op Leeftijd uit Amsterdam-Zuid. Maar eerst pakten we nog eventjes de openingsoptocht van de Gay Pride mee. Met op kop directeur-generaal van de Pride, Irene Hemelaar. Zoals je misschien ziet lopen wij met de vlaggen van landen waar homoseksualiteit verboden is. En de vlaggen met een zwarte band om de stok, dat zijn de landen waar de doodstraf op homoseksualiteit wordt uitgevoerd. En dat zijn er op dit moment 12. Nou, dan kun je toch beter transgender in Spakenburg zijn. Hoe gay ben je dan? Best wel weinig. Ik zie hier de commissaris van de koningin uit Drenthe en zijn partner. Hallo, lieve schatten. En hier de geneesheer directeur van het AMC met de burgemeester van Middelburg. Zit er een leuke jongen voor je bij? Nou. Maar we moeten verder. Een groep schuchtere potten uit de provincie animeren. Lekker naar de haïti vandaag. Ja, had ik heel veel zin in. Ik zag het op een flyer in het buurthuis, op het raam. Ik denk, dat is wat voor mij. Dit soort dingen vind ik altijd heel erg leuk. Een groot aantal vrouwen. Dat bevalt altijd. Van tevoren heerst er de nodige spraakverwarring. Ik begin met één anekdote. Jij gaat de aftrap doen. Eén anekdote doe ik en dan... Een hapje eten, een beetje drinken. Victorine gaat nog een anekdote doen. Ik snap het nu al niet meer. Een hapje eten. Zo is het dus. Dus ik doe er in totaal twee. Goed. Aniet, dus ik ga niet ook nog een anekdote doen. Het zijn anekdotes die ik voorlees. Ik dacht dat iedereen gewoon zijn eigen anekdotes deed. Maar ze lezen anekdotes voor van anderen. Als ik een anekdote heb en ik durf het niet voor te lezen, dan moet een ander het voor mij voorlezen. Oh, dus jij leest anekdotes voor anderen voor die niet durven? Nee, dat doe ik niet. Dat doen de twee Drentse dames. En ik lees mijn eigen anekdotes. Ja, anekdote. En dan op een gegeven moment komen de roze bubbels voorbij en dan proosten we op de roze toekomst. En als je niet meer weet, trek je mij gewoon naar mijn jas. Ja. Je hebt geen jas aan. Mijn blouse. Maar, En niemand wil in beeld, dus ze lachen buiten beeld. Ik ga een stukje voorlezen uit mijn boek. Dat heet Klimmen en Kruishoogte. De laatste duidelijk van de club. Want het was een vrouw met bakkenbaarden uit haar oren. Nou, dat was weer een leuke dag. Dag, tot volgende week. Homo was schoon, door en door schoon. Bij iedere temperatuur, niet duur.